Bij Cirelo werken we volgens drie beloftes. Goed leven voor de cliënt, mooi werk voor de medewerkers en een duurzaam, gezonde organisatie. Erwin de Oma. Regio Zuid is een grote, mooie regio binnen Cirelo. We leveren zorg en ondersteuning aan mensen die bij ons wonen, die bij ons komen werken, overdag, en aan mensen in de thuissituatie. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan volwassenen, maar ook aan gezin en aan jeugd. Dat kan zijn echt fysiek bij iemand thuis, maar dat kan ook dat we op school ergens handvaten bieden. Op het kindcentrum worden de kinderen voornamelijk geobserveerd om te kijken waar hun beperking precies ligt en om te kijken waar de ondersteuning nodig is. Ik denk dat we, en dat probeer ik ook, dat we de medewerkers de regie willen geven over hun werk. Te kunnen constateren wat goed loopt, maar ook wat niet goed loopt. En dat we daarmee aan de slag gaan. Ik vind dat een begeleiding vooral goed moet kunnen luisteren naar zijn cliënten. Mensen moeten doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Dat is voor mij heel erg belangrijk, zodat ik gewoon weet zo van, dat ik op ze kan bouwen. Ik vind het gewoon belangrijk om de stem die ik heb uit te brengen naar buiten toe voor verandering te kunnen brengen in het zorgsysteem ook. Maar ook als ervaring zelf te kunnen vertellen zeg maar, over mijn autisme en wat het voor mij betekent. De driehoek is heel belangrijk, omdat je natuurlijk de zorg niet alleen vorm moet en moet willen geven vanuit de organisatie. Dat moet in samenspraak zijn met de verwanten, dus de driehoek. Daarin investeren we heel veel, kijken we op maat wat de cliënt nodig heeft, waar zijn behoeften liggen, zowel qua zorg als qua begeleiding als qua dagbesteding. Het is een woon-werkboerderij en de mensen wonen dus hier op het landgoed en werken hier ook. In de tuin, in de stal of met de dieren of ons biologisch winkeltje. We proberen heel erg op maat de dag van de cliënt te volgen en ervoor te zorgen dat hij een goed leven heeft. Goed leven, mooi werk, duurzaam gezond, daar ga ik op aan. Daar draait het om, in deze organisatie en eigenlijk in de wereld. Werken met mensen die vanuit hun hart werken, dat is wel het mooiste wat er is.